Het is aangebroken. We gaan er keihard tegenaan in deze uitzending van Veronica Inside met René van der Gijp, met Valentijn Driessen en de 70-jarige Johan Derksen. Ja! Ja, ja! Ho, ho! Ja! Daar heb ik... Daar heb ik de hele dag tegen aangekeken. Dit moment, hè? Ja, ja. Jawel. Jij leuk gaat doen. Ja, jij dacht ook, dit wordt gezellig. Ja. Ja. Is het nog een beetje... Trouwens, van harte gefeliciteerd. Namens iedereen toch hier, hè? Ja, hè? Ja. Ja, je mag applaudisseren, hoor. Ja. Ik bedoel, je wordt nooit zo oud als je eruit ziet. Dus wat dat betreft is het sowieso knap. Dus... Dat is op mij wel van toepassing. Ja. Maar je krijgt alle ellende werkelijk over je heen. Ja, maar hoe was het? Was je juist zo eens voorbij gegaan? Of nou, nee. Kijk, we stonden gisteren met die jongens in de Schouwburg in Venlo. En dan kom ik op... Dat is de grote ster natuurlijk. Ja, absoluut. En dan beginnen 800 mensen spontaan te zingen. Hè? En dan denk ik, oh mijn god, dat heb ik weer. Ja. En dan sta je daar en dan red je je er wel uit. Dan zeg ik, ja jongens, dat doen jullie de cool maar. En nou van nu af aan, dan gedraag je je weer als waardige Schouwburgbezoekers. Maar ja, dat soort dingen komen over je heen. Ik hou er niet van. En de mensen doen het met de beste bedoelingen, maar... Ik hou er niet van. Nee. Weet je wel dat mijn vrouw me in de auto belt... dat Ses Inside met een camerateam op de stoep staat. Hè? En ze zag ze gelukkig aankomen. Want die hebben dan draaiende camera en dan bellen ze aan. En dan ben je meteen in beeld. Ja. Wat je ook zegt, wordt uitgezonden. En toen belden ze me in de auto en zeiden... Nou, je hoeft niet naar Venlo te komen, want ik werkte toch niet aan mee... in die onzin van Albert Verlinden. Die zijn helemaal voor niks naar Gollo gereden. Nou ja, toen hoorde ik dat ze... Uit pure ellende hebben ze maar mijn sigarenboer opgezocht. Ook niet slecht. Voor een diepte-interview. Ja. En daar hebben heel veel mensen naar gekeken, neem ik aan, toch? Ik heb geen idee. Nee? Niet zoveel. Nee. Nee, dat was zo'n Ses Inside. Ja. Ja, nee, dan hebben niet zoveel mensen gekeken. Maar je zei afgelopen maandag dat je toch een wens had, natuurlijk. En die wens was deze. Ga je wel leuk vinden, Johan. Maar hoe zou jouw ideale verjaardag zijn dan? Nou, wat denk je, in een schuimbad met een paar heerlijke wijven? Ja. Ja, dat krijg je dan natuurlijk zelf ook een beetje, dat je erom vraagt. Hè? Want La Cloche, jij kent ze, geloof ik, begrijp ik? Ja, de Amsterdamse straatweg in Utrecht. Ja, die inderdaad, ja. Die deed gelijk een aanbod natuurlijk, hè? Dat de dames klaar zaten voor jou... en dat je volledig daar gebruik van kan maken. Mensen willen natuurlijk weten of je daar ook al gebruik van gemaakt hebt natuurlijk. Nou, daar laat ik me niet over uit. Oh, okay. Maar ik vind het wel een van de mooiste cadeaus die ik ontvangen heb deze dagen. Het mooiste van alles is ook dat we hebben gisteren op de radio even die dame gebeld. Die had een aanbieding voor jou, maar trouwens ook nog voor jou, René. Echt? Gastvrouw nou, Kim. Dan gaan we z'n tweeën, René. Ja, voor Johan vergoeden wij alles. Dus die mag lekker soppen met twee mooie dames in de jacuzzi. En dan ter ere van zijn verjaardag. Ja, maar hij moet alleen de ballen hebben om te komen. Hij heeft de ballen. Wil je nog tegen René zeggen dat hij welkom is bij onze SM? Bij onze? SM. SM-afdeling. Ja, de SM-afdeling hebben ze daar ook. Nou, ja. Eén ding kun je niet nageven. Die hebben wel gevoel voor publiciteit, die dame die daar de leiding heeft. Zo, die lulde. Want die heeft dat... totaal uitgemolken. Ja, nee, dat kun je geruststellen, want ze heeft overal advertenties geplaatst. En we kregen er ook niet meer van de lijn af. Ze begon allemaal vestigingen op te noemen... waar je allerlei verschillende dingen kon laten gebeuren. Dus voor als je wat wilde, moet je daar zijn. Geef die dingen mij. Ja, nee, ik zal ze straks even doorgeven enzovoort. Maar wat ik dat trouwens de leukste vond, jij wilde dat schuimbad. Je dochter, dat vond ik eigenlijk wel de leukste. Dat vond ik ook wel iets aandoenlijks hebben. Die plaats, heb je het gezien of niet? Ik heb het voor jou ik heb een foto op Twitter. Kijk, dit is de nog iets zwaardere Johan Derksen... in zijn hoogtijdagen in bad. Nou, dat was wel ja, toch mooi. Hè? Lief, schitterend. Lief. Ja. Maar de rest heb je erop geflikkerd, hè? Begrijp ik. Giel Beelen heb je niet aangenomen. Nou, nee. Kijk, ik kom om 3 uur thuis uit Horen. En dan voor 7 en dan gaat de telefoon al. En dat blijft maar doorgaan en dat blijft maar doorgaan. En dan weet je, dat is Giel Beelen. Ja. En dan vlak voor 9 uur, dan loopt zijn uitzending af. Nog een keer. Dus dan doe je geen oog dicht meer. En ja, dan heb je nog zo'n show van 2 van die jongens. Smiddags. Koen en Sander zijn dat. Oh ja, Koen en Sander. Heb ik verleden jaar een incident met Koen en Sander. Die bellen dan en dan ben je meteen op de radio. Ik zeg, ja, daar ben ik niet van gediend. Want je zit soms, of je zit in de auto, of je zit in een gesprek, of je zit te schijten. Maar je bent altijd ergens mee bezig. Ja. En als ze dan van tevoren even bellen, dan hou je daar rekening mee. Hebben ze toen uitgelegd, als je van tevoren belt, sta ik iedereen te woord. Ja. Nou, ik hoorde het al een toontje, want disjockeys, die kunnen niet normaal lullen. Dus dan krijg je ze in de auto aan de lijn van... Hey, Johan, gefeliciteerd. Ik zeg, ik heb de indruk dat ik op de radio ben. Ja, ja. Ik zeg, je weet toch dat ik daar niet van gediend ben?
Ja, maar voor deze gelegenheid. En dan krijgt de pleuris. Toen het ook hier gelijk. Ja, daar schijt aan, weet je wel. Kijk, ik ben 70 jaar. Ik ben geen een of andere kleuter die graag in de Koen en Sander show figureert. Vind je dat niet een hoogtepuntje in je leven? Nee. Oké, maar kijk, dan moet ik jouw show nageven. Die jongen, die zei, kijk, die belt altijd keurig. Ja. Hoe laat kunnen we bellen? 10 over 5, past dat? Prima. Ja. Nee, en dan sta ik net in een banketbakkerszaak in Venlo en dan bellen ze. Ja, flik je bijna van een trapje af inderdaad. Ja. Ja, zo, dat ging lekker. Ja. Maar je maakte wel vrienden. Maar je hebt ook nog mooie cadeaus gekregen. Misschien aardig om hier even naar te kijken. Een mooi cadeau van, volgens mij, jouw muzikant. Nou, dit is een mooi drumstelletje, hè? Ja. Dat is een mooi kistje, ja. Ja. Nog een sigaren ding erbij. Leuk. Ja. Ja, het is het officiële ding van de Doors, hè? Ja. Oh, dat is Petertje heel jaloers over. Peter die vindt het geweldig drumstel. Je was echt heel enthousiast, hè, toen je dat drumstel kreeg. Nou, nee, geweldig. Nee, ik was vooral bijna verbijsterd. Ik vond het gênant. Hoezo? Nou, ik weet namelijk wat dat drumstel kost. Ja. En ik toer met de Clarks al 4 jaar, maar ook met allerlei vocalisten erbij en zo. Ja, maar dat doe je al 4 jaar gratis, hè? Dat weet misschien niet iedereen. Ja, maar dat is omdat het mijn hobby is. Ja. En omdat ik niet wist dat ze er meer dan 35 zouden doen. Ik heb toen gezegd, ik doe het gratis. Er waren er 35, maar we hebben er nu 300 gehad. Maar ik ga nou niet meer terug. Nee, je zit er nu al vast. Maar dat doet er verder ook niet toe. Maar op een gegeven moment, mijn vrouw die werd heel actief. Plotseling had ik een aannemersbedrijf. En er werd een kamer boven in dat huisje wat ik heb. Werd helemaal geluisterd dichtgemaakt. Ik denk, wat is dat? Ja, we gaan iets voor je verjaardag, maar daar kan ik me verder niet over uitlaten. Dus ik kom om 3:15 met Sandra Plug. Kom ik terug uit, hoe heet dat? Venlo. Nee, in Noord-Holland. Horen. Ja, het zijn lange dagen. En mijn vrouw zit in de kamer met Klaas. Ik dacht misschien erotisch, maar dat was niet. Nee. Met Klaas, de man van Sandra. En ik denk nog van, zou die wat hebben? Ja. 3:15 samen in de kamer. Ja. Vervolgens dacht ik, Klaas mag er hebben. Ja. Maar Klaas had dat s'avonds natuurlijk dat drumstel op moeten bouwen. Ja. Dat was een Ludwig drumstel. Daar was ik helemaal gek van. Ontzettend mooi. En toen hebben ze met z'n allen gewoon steeds met de pet rondgegaan. Alleen, ik vond het bijna gênant hoeveel iedereen dan een bijdrage geleverd heeft. Ja. Ook die aannemer, die buurman van jou? Of, nee, nee. Weet die niet? Dat is privé. Ja, dat weet ik. Dat is privé, maar het begint me langzamerhand wel te vervelen. Ja, ik weet het ook inderdaad. Ja. Maar je was heel enthousiast. Wilt u nog meer van deze kostelijke video's zien? Dan kunt u zich abonneren op het YouTube-kanaal van Veronica Insight.